gasten aan de tafel en voor een heerlijk kookidee. Laat je informeren door alle items die je ziet en alles wat mee langs lokaal je biedt. En alles wat mee langs lokaal je biedt. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Melange Lokaal. Het is de kerst, oud en nieuw uitzending. Ja, dubbelop. In een hartstikke leuk decor. Dus we hebben kerstbomen, kerstballen, oliebollen met een champagne. En we hebben makander. Het wordt een fantastische uitzending. En we hebben hartstikke leuke gasten. Wat hebben we allemaal, Dick? Nou, we hebben onder andere Daan de Mooi. Die gaat iets over de feestkleding. Het is een feestelijke tijd. Hartstikke. Wij gaan ook eens even kijken van hoe is het nou toch met, maar wie? Dat verklap ik nog even niet. Dat horen we straks. We hebben muziek en dat is, ze waren er vorig jaar ook bij. Toen waren ze met iets meer mensen, maar ze zijn er weer bij Casual Company. En we gaan wijn proeven. We gaan proeven. En er zijn ook altijd eindejaarsfeesten op parkeerterrein Noordduinen. En wat het allemaal inhoudt, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Want dat is altijd heel leuk om naartoe te gaan. En we gaan natuurlijk weer lekker koken met Pieter. Dus ik zeg vrolijk kerstfeest, Pieter. Hey, vrolijk kerstfeest allemaal. Gezellig weer deze tijd. Zeker met eten natuurlijk. Wat gaan we doen? Wat vorig jaar heb ik ook gedaan, maar dat was bij jullie in de uitzending zelf. Nu sta ik gewoon hier. Dat waren amuses. Gaan we nu gewoon weer doen, maar dan andere. Ook weer hele leuke. Dus ik zou zeggen tot straks. Ja, dat beloven we wat met onze Pieter. Heerlijk. Heerlijk. Lekker. We gaan naar ons spelletje. Want u kon winnen de vorige keer een heerlijk diner aan huis. Maar dan moest u wel even raden, wie is dit? Nou, er is massaal ge-sms'd, gemaild, geschreven. Het lijkt wel voor steeds meer mensen gaan reageren. Ja. Hartstikke leuk. Maar wie was dat? Het is, is toch niet moeilijk, Niet zo moeilijk. Onze eigen burgemeester Wienen was dat. En een diner van 4 personen, heb ik begrepen, is reeds vergeven. Ja, is reeds vergeven. En dat is gewonnen door de familie van Duivenbode van de Plas aan de Rijnmond in Katwijk. Nou, heel smakelijk eten met de kerstdagen of misschien met oud en nieuw, want dat mag u zelf uitzoeken. Zo is dat. En we hebben weer een nieuw spelletje natuurlijk. En we gaan u vragen, waar staat dit monument? Waar sta jij? Goed bedankt. Nou, wat is dit? Dat is niet moeilijk. Nee, het is niet zo moeilijk. Lijkt me niet zo moeilijk. U kunt winnen 2 kaarten van een voorstelling van Tripodia. Je mag zelf kiezen waar je heen gaat. Ja. 2 kaarten voor van Tripodia. Nou, waar staat het monument? U stuurt weer een briefkaartje naar postbus 322 AH in Katwijk. Laat ik het rustig gaan zeggen. Ja. Even een mailtje naar melangelokaal@rtvkatwijk.nl of een sms'je naar sms-nummer 3010. En u toetst dan in het woord win, spatie, de letters ML, spatie en dan het antwoord. Is het allemaal weer te snel gegaan? Straks komen we nog een paar keer langs met het spelletje. Goed gedaan, klant. Dankjewel. We gaan naar de muziek. We gaan gelijk maar naar muziek, want ze gaan vanavond 3 nummers spelen. En ik vind het weer hartstikke leuk dat ze er zijn. Casual Company. Jasper. Ja. Leuk dat je er weer bent met de band, Casual Company. Iets minder als vorig jaar, heb ik begrepen. We zijn met de helft eigenlijk. De blazers heb je thuis gelaten? We hebben de blazers, er hoefde deze keer geen wandje uit. Dus we dachten van nou, we doen het met een kleine koppeltje. Even heel snel voorstellen, Jas. Even heel snel. Wie heb je allemaal meegenomen? Ik heb als zangeres mijn nicht, Renate. Ravensberg. Blijft in de familie. Martin Hogewoning als akoestisch gitarist. Nico, elektrisch gitarist. Nico de Haan. Willem van Leeuwen, basgitarist. Gerard van der Meij, drummer. Althans, hij wordt af en toe afgewisseld. Ik achter de toetsen. Hartstikke leuk, Jas, jullie inderdaad er zijn. Nou, je inderdaad afgewisseld. Ik durf het bijna niet te vragen, Jas. Maar mag ik weer een nummertje meedrummen vanavond? Ja, wat schuift dat, ik? Nou, dat hebben we na de uitzending. Oké, dat biedt kansen. Oké, dat gaan we dan straks doen. Maar jullie gaan 3 nummers spelen, heb ik begrepen. 2 kerstnummers en 1 nummer waar ik dan straks op mee ga doen. Dat is een nummer van Rutje Kot, maar daarover straks meer. Eerst een lekker kerstnummer, Winter Wonderland. Hier is Casual Company live. Let it snow.
snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear will still be by you. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear will still provide you. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ik zat op de sneeuw te wachten, ja, maar het kwam niet. Maar je komt dat toch alweer een beetje in de stemming, hè? Met zo'n kerstnummer. Ja, heerlijk nummer. Winter heerlijk. Wonderland Casual Company. We gaan ze straks weer terugzien natuurlijk. We gaan praten met Daan de Mooi. Goedemorgen. Goedemorgen Daan van Lollipop Entertainment Kostuumverhuurstudio. Is een hele mond vol. Hele mond vol. En we gaan het hebben over eigenlijk feestkledingen. Ja, nou, met de feestdagen wil je er natuurlijk allemaal op zijn best uitzien. Kijk maar naar jullie sowieso alweer. Ja, we zijn op... We zien er weer op en top uit. Ja. Maar ik krijg wel eens de vraag van, dan zeggen ze van, ja, hoe is het nou op die rode loper altijd gesteld? Of op die feesten, of bij al die gala's die in december plaatsvinden. En dan natuurlijk al die mensen die dan in de prachtigste creaties allemaal... Ja, dat is niet allemaal eigendom. Er wordt eigenlijk ontzettend veel... Ja, wordt er veel verhuurd? Als we de rode loper van de bekende Nederlanders nemen, daar is het heel veel lenen van couturiers, zeg maar. Oh, lenen ze dat dan, die mooie jurken? Ja, sieraden worden ook geleend. Ik zou graag best wel eens een jurk van Valentino aan willen hebben. Schrijven. Ja, maar die vinden dan weer een eer om de jurk uit te lenen. Anders zijn we dan een bekend iemand. Ja, dat is, dat is voor zo'n couturier ook natuurlijk reclame natuurlijk. Maar ook gewoon voor gewoon een dame of een heer, die gemiddelde Nederlandse dame of heer. Die heeft natuurlijk niet standaard smokings in de kast gehad. Ja, maar één smoking hebben ze toch wel? Nou, dat valt tegen, Carolien. Ja, er wordt ontzettend veel gehuurd. Ik kleed ontzettend veel mensen ook aan in dat genre. Dat er gaat. Maar ik merk gewoon over het algemeen, zeker in de jonge leeftijd, want zijn de mannen nog allemaal in de groei. Dus dan wordt niet zo gauw een smoking aangeschaft, maar gehuurd. Ja. Maar gewoon ook gewoon de 40ers, de 50ers en nog ouder in. Ja, ik bedoel, als je het maar één keer in de zoveel tijd... Ja, je hebt niet iedere week een gala, bij wijze van spreken. En dan is het toch niks makkelijker. Het zou toch wel leuk wezen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het maar met kerstauto nu, dan wordt er dus heel veel, zeg maar, van dit soort kostuums. Bij ons is het op dit moment in de studio is het gewoon hartstikke druk dat gaat. En er wordt ontzettend veel gehuurd. Gewoon, ja, toch de complete smoking met alles erop en eraan. Gepliceerd overhemd, zijdenstrik, keurig, alles erop en eraan. Schoenen ook erbij? Lakschoenen er ook bij, of leren schoenen. Oh, dat kan allemaal. Het is een tijd mode geweest, zo'n Cumberband. Die zie ik niet. Ja, nee, dat is weer weg. Is dat weer weg? Ja, dat is toch een beetje te veel. Nou, mannen die een buikje hadden. Dan kon je dan even mooi voor douchen. Ja, maar dan moet ik... Cumberband vond ik altijd chic, hoor. Ja, maar een man die een buikje had en iets te veel buikje en die een vuur rode omheen deed, was het accent op de buik. Dus dan raad ik hem altijd weer aan om een donkere kleur te gaan dragen. Ja, daar hoort een strik bij. Jij hebt ook Absoluut. Een strik. Ik heb ook een strik. Ik heb een fluweel jasje dat gaat, pochetjes. Ja, jij hebt niks, maar wij zeiden vanmorgen dat we doen dat niet. Nee. Goed, maar dat vind ik eigenlijk hier ook niet bij je horen. Nee, dat klopt. Want dit is gekleed casual, noemen we dat dan, zeg maar. Ik ben dat gaat gekleed en dan wil je er met een wat meer touch eraan, zeg maar. Maar ja, weet je, er zijn vele mogelijkheden. Maar er zijn wel bepaalde standaard etiketten. Als je black tie hebt, bij wijze van spreken. Ja, voor de mensen thuis, black tie. Wat is dat? Black tie is dit, wat hier dat staat. Dat is gewoon voor de heren, dus de standaard. Dus krijg je een uitnodiging black tie? Moet standaard smoking. Gewoon op dit moment is één knoop gewoon van voren, dubbel knopen zie je ook weer. Ja. Ja, ligt toch altijd moeilijker bij, want de mannen voelen zich dan weer zo opgesloten. Dit vinden ze dan toch prettig gedragen. Ja. Gepliceerd hemd, zijdenstrik, lakschoenen, maar ook zwarte leren schoenen, als ze maar welkeurig gepoetst zijn. Ja, dat is heel belangrijk. Want dat zie ik nog wel eens verschijnen. Ik denk van, alles goed. Maar doe jij dan ook
dameskleding? Of ja, we hebben een hele gala afdeling sowieso. We hebben er voor de heren natuurlijk ook. We hebben ook bijvoorbeeld voor een smoking, dat het is een fluweel jasje aan de bovenkant. En dan bijvoorbeeld aan de onderkant gewoon de smokingbroek. Met natuurlijk de satijnen bies die eronder zit. Maar dat kan dus ook? Dat, ja, die combi kan je gewoon maken. Dat gaat. En voor de dames hebben we heel veel, zo'n kleine 250 avondjurken hangen. Van lang tot kort, met stenen, glitters, met kragen, met stola's. Maar wat moet je nou met dit soort dagen dragen voor dames? Is dat lang? Of? Nou, als we nou kijken naar een bekend hotel in Noordwijk bijvoorbeeld, daar is een heel groot gala altijd begin van het jaar. Daar is het nu op dit moment al heel veel druk van. Ja, heel veel dames die kiezen dan over het algemeen voor lang. Want iedere vrouw wil toch op zo'n avond, als ze dan daar naartoe gaan, in het lang verschijnen. Kort hebben ze over het algemeen zelf wel iets van in de kast staan. Ja. Het simpele zwarte jurkje wordt vaak dan opgepimpt, zeggen we dan altijd. Maar ja, op die keer dat je dan uitgenodigd wordt en je mag daar naartoe. En er is daar ook een rode loper. Ja, dan vind je het niet zo fijner om dat ruisende zijde om je heen te voelen. En dan dat décolleté en dan gewoon sieraad erop, goede make-up. Ja. Ik zeg altijd maar alles erop en eraan. En dat is wel belangrijk. Ja. En is zwart nog steeds de kleur dan? Er wordt alweer heel veel zwart gepakt, maar er is ook heel veel behoefte aan kleur. Want het is toch, en ik was natuurlijk al een keer met de mode praatje bij jullie betreffende de mode, gewoon algemeen. Ja, ja, in tijden van, ik vind het een naar woord, crisis. Maar crisis is er behoefte aan kleur. En er is ook absoluut behoefte aan af en toe een feest om dan toch even weer die gedachten anders te hebben. Jawel, dat merken wij wel. Er wordt ontzettend veel gefeest. En weet je wat ik altijd leuk mooi vond? Ik heb het één keer gedragen met een heel ziek feest van die lange hals. Ja, nou ja, oké. Dat hebben we dan ook. Bijvoorbeeld, we hebben dan in de studio bijvoorbeeld, ik zeg altijd maar, een kerstboom zonder ballen ziet er ook niet uit. Nee, absoluut. Gaat, je moet de boel wel weer af en toe optuigen. Ja, om dan maar even in de leuke uitspraken te blijven. Ja, ik bedoel, een jurk, het is niet alleen de jurk. Nee. Een satijnen of een zijde avondtasje erbij, handschoenen, armbanden. We hebben het allemaal in de studio. Ja, en de een kiest daarvoor. Too much is ook niet goed. Nee. Ik zeg maar, kerstboom staat in huis, daar hang je alles in. Een vrouw hoeft geen kerstboom te zijn, dus het is of je kiest voor een mooi collier of je kiest voor mooie opzichtige oorbellen. Maar ja, make-up en haar blijft natuurlijk ook. Ik bedoel, het is wel een totaalplaatje wat je neerzet. Ja. We weten wat we aan moeten trekken. Absoluut, we zijn wat wijzer geworden voor deze feestdagen. Nou, ik wens jou een hele fijne dag. Ja, ik wens jullie ook hele fijne dagen. Dank je wel. En Caroline, ik moest jou de groeten doen van Sinterklaas. Oh. Want ik had hem vorige week aan de lijn met zijn vertrek. En toen zei hij, ik heb zo genoten. Wil je, ik zit bij de volgende week. Oh, wat ben leuk. Dik ook trouwens ook groeten. Maar met speciale groeten moest ik jou de groeten doen van Als je weer spreekt, Daan, doe hem de Dat duurt nog wel even dat het er gaat. Maar hartstikke leuk, Daan. Hele fijne feestdag en een heel goed uiteinde en een goed begin. En jij ook. Oké, dankjewel. Goed, Daan de Mooie was dat van Lollipop. We gaan weer lekker koken. Laten we eens kijken wat Pieter gaat maken voor ons. Nou, amuses. Leuke hapjes, zeker bij het borreltje. Helemaal in de trend van kerst. We gaan beginnen met de duif. Dat is een duivenborstje. Nou, pan op het vuur, boter in de pan. De pan laat je goed heet worden. Nou, duivenborstje. Klein stukje vlees. In de pan. Daar doen we wat zout en peper op. Zo. Je hebt heel kort nodig, dus het is eigenlijk alleen een beetje dicht schroeien aan beide kanten. Ja, dan draai je hem even om. Mooi bruin filetje. Het duivenborstje is aan het rusten en die komt zeg maar op rode biet. Dus de rode biet, dat wil je natuurlijk mooi presenteren. Snij je een wat dikkere plak af. Een stekertje, steek je die uit. Dus dan krijg je een mooie en hier leggen we straks de duif op met wat balsamico en uitgebakken bloedworst. Maar daar komen we zo op terug, want we maken alles straks in één keer af. Dan gaan we straks door met het andere hapje. Tot straks. Van lekkere dingetjes gaat maken. Lekker hoor. Hij zou het ook wel weer druk hebben met hem. Nou, dat gun ik hem. Absoluut. Gunt iedereen in onze gemeente. Absoluut. Ja. Heb jij dat ook wel eens? Dat iemand is heel veel in het nieuws geweest, in de politiek, plaatselijke politiek, heeft er lang in gezeten. Opeens is zo'n iemand weg. En dan heb je na een tijdje van,
Hoe zou het met haar gaan in dit geval? In het haar gaan, ja. Ik heb er ook inderdaad zo nooit, maar daar kom ik nog alles. Ja, ja. Ik heb haar nooit meer gezien. Nee? Nee, en dan denk ik wel eens, ik kwam er ook nooit meer in het dorp tegen, want ik kom ook nog eens ergens. Dus we vragen ons af, hoe is het toch met Esther Schoonenberg? Nou, hartstikke goed hoor. Ja? Jazeker. Mijn eerste vraag, Esther, is, mis je de politiek eigenlijk? Want hoeveel jaar heb je erin gezeten? Bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar. En daarvoor nog wel als steunfractielid, maar echt actief was het bijna 10 jaar. En nou, het besluit was verschrikkelijk moeilijk om te stoppen. En ik dacht ook van, nou, ik ga het echt heel erg missen. Maar ik moet zeggen, ik kan het best ook wel zonder. Ja? Ja. Ja? En volg je het wel van de zijlijn? Ja, heel erg van de zijlijn. Ja? Absoluut. Hoe, ja. Hoe doet Gerard Bolle bijvoorbeeld? Ja, fantastisch. Ja? Ja, wel zonder meer. Ja, okay. Ja. Nee, Gerard, maar dus ik kan je. Hoe volg je dat dan? Want ik zie jou niet meer in de raadzaal. Nee. Krijg je alle stukken nog thuis? Of ook niet meer? Ik krijg alle stukken nog thuis, maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik mijn mail, want ik ben ook nog wel betrokken natuurlijk bij de partij, zeker. Ja. Maar dat lees ik à la carte. Dus ik pik nu de krentjes eruit. Precies. En dat moet je ook doen. Want je kan natuurlijk net zoveel tijd erin blijven stoppen als dat je deed, maar dan had je net zo goed kunnen blijven. Ja. En dat lukte niet vanwege natuurlijk mijn toegenomen werk. En nou, zoals het nu gaat, vind ik het echt heel erg leuk. Maar je zit dan nog in de steunfractie, om het zo maar te zeggen? Nou, ik lees nog een beetje mee. Kijk, het is natuurlijk zo dat je in die 10 jaar bouw je wat dossierkennis op. Dus daarmee, ja, als ik daar iets mee kan helpen, dan roep ik dat. Ja. En ja, sommige dingen, ja, de aard van het beestje verandert natuurlijk niet. Nee. Dus het interesseert me allemaal nog wel. Maar het is natuurlijk echt vele malen minder dan vroeger. En wat zijn nou de raakvlakken waar jij dan het meest geïnteresseerd bent? Nu nog? Voor die politiek? Ja, nou, ik heb best wel met wat grotere dossiers heb ik me bezig gehouden met infrastructuur en met bijvoorbeeld ook locatie Valkenburg. Nou, dus heel recent is daar weer wat nieuws over vrijgekomen. En dat volg ik dan altijd wel met heel veel belangstelling, maar ook kritisch, ja. Zeker. Ja. Nou, over 2 jaar gaan we weer, nog niet eens, gaan we weer verkiezingen hebben we weer. Ja. Als ze nou aan jou vragen, nou Esther, kom eens terug, doe je dat wel? Nee, kijk, ik sluit niet uit dat ik ooit weer politiek actief zou kunnen worden, maar 2 jaar, dat is geen termijn die reëel is. Nee. Waar zijn nou de dingen, want er zijn best wel pittige dingen gepasseerd en komen er ook aan. Ja. Waar heb je met Kromme-Thede naar gekeken of naar geluisterd? Nou, kijk, de kerntakendiscussie, de bezuinigingsrondes, daar heb ik af en toe Kromme-Thede. En dat je toch leest dat er weer een onderzoek ergens aan wordt gespandeerd. Weer geld kost. Ja, dat kost, het geld gaat er hard uit. Je hebt het over kerntakendiscussie. Wat zijn dat? Kerntakendiscussie? Nou, de gemeente die doet bijvoorbeeld het vuil ophalen. En dat zou je ook door een ander bedrijf kunnen laten doen. Maar dat is wel heel simplistisch gezegd. Dat gaat veel verder, maar zelfs daar verdiep ik me niet helemaal 100% meer in. Nee, want wat doe je nu? Nou, op dit moment niet zo heel veel, dat is niet waar. Ik heb een kwekerij van bijzondere tuinplanten. En dat houdt mij eigenlijk het hele jaar wel flink van de straat. Maar zeker in de periode maart tot oktober is dat gewoon heel hard werken. Nu is het iets minder en dat is heel mooi, want dan heb je toch een beetje het seizoensgebonden werk. Dat je ook wel een wat rustigere periode hebt. Ja. Maar ja, het gaat erg leuk. De kwekerij is ook in Katwijk gevestigd sinds een paar jaar. Daar ben je toen toch een keer geweest? Ja, we zijn een keer geweest. Ja, precies. Maar dat was inderdaad ook in de wintertijd. Ja. Dus dan is er natuurlijk niet zo gek veel te zien. Nee. Maar in de zomer, de lente, de herfst is het gewoon erg leuk. En dat zijn bijzondere planten, hè? Die jij, Bijzondere planten. Het zijn in ieder geval tuinplanten. En wij kweken planten in een segment echt voor liefhebbers. Mensen die echt bijvoorbeeld groei- en bloeiliefhebbers, weet je. Dat zijn dan de tuinclubs, die komen dan ook bij ons op de kwekerij. En nou, dan doen we dan rondleidingen en ze zien dan wat er allemaal voor verschillende soorten zijn. Nou, dat wordt over het algemeen heel erg gewaardeerd. En het grappige is dat ons bedrijf eigenlijk buiten Katwijk veel bekender is dan onder de Katwijkers zelf. Dat komt omdat onze klanten komen eigenlijk vanuit heel Nederland. En is erg leuk. Dan gaan ze daar natuurlijk over een paar jaar flink bouwen, daar waar jij zit. Kan jij gewoon met je bedrijf op de Mientlaan, is dat? Ja, op de eerste Mientlaan. Ja. Kan jij daar gewoon blijven zitten met je bedrijf? Nou, dat mag ik wel hopen. Maar ja, kijk, ik heb toen inderdaad bij de ontwikkelingen van die plannen ook wel goed gekeken. En de Mient Kooltuin, dat gebied, dat zou open blijven voor groen en recreatie. Nou, en in principe passen wij daar heel goed in. Dus ik hoop van harte dat we daar kunnen blijven zitten. Je hebt nog niks gehoord van de gemeente? Nee. En of ze uit willen kopen? Nee. Dat moet ook maar niet gebeuren, want het is een te leuk bedrijf om daar te laten zitten. Ja.
Nou, we vroegen ons echt af van, nou, hoe is het nou met je? Want we, inderdaad, we hebben haar nooit meer gezien. Nee, maar dat doe je ook bewust, dat je zegt van, ik laat me niet in die raadzaal zien. Nee, kijk, je moet het op een gegeven moment ook echt loslaten. Want, was dat moeilijk? Nou, dat viel me eigenlijk mee. Ik had gedacht, daar ga ik het moeilijk mee krijgen. Ja. Maar ik heb echt heel bewust gewoon de mail een tijdje stilgehouden. En ja, dat, weet je, als je die actieve politiek zeg maar 2 maanden niet meer op de voet volgt, dan gaat het heel snel van je af. Ja. Ja, en het is ook natuurlijk de combinatie met de drukke werkzaamheden op het bedrijf. Je viel niet in de gat? Nee, zeker niet. Nee, want jij zei ook van, ik zie er nooit in het dorp. Nou, inderdaad, dus ik heb mijn dagen druk, zijn vol. Het zijn de feestdagen, Esther. Hoe ga je die doorbrengen? Ik ga lekker skiën met mijn gezin. Hey, dat doen we altijd met de kerst. Okay. Dan zoeken we de sneeuw op. Vinden die het fijn dat moeders wat meer thuis is? Nou, ik ben s'avonds in ieder geval wel veel meer thuis, maar overdag dus gewoon niet. Nee, goed, met van die avonden, daar ging het ook wel. Jawel, maar ze vonden dat nooit een probleem hoor. Ze zijn ook al, de kinderen zijn al groot en mijn man die vond het ook goed, dus Nou, leuk. Leuk dat je er even was. Ja. En leuk je weer eens even gesproken te hebben. Dankjewel. En we wensen je een hele fijne vakantie met de familie natuurlijk. Ja, goeie feestdagen. Dankjewel, en jullie ook. Dankjewel. Goed. Doe jij het spelletje? Ga ik even vast achter de drumstel zitten. Dat is goed, want wat ga je dan voor een mooie nummer zingen? We gaan, die mag je straks aankondigen. Leun op mij. Oh, dat is nummer van Rutje. Ga jij vast even, want jij hebt hier nog een taak erbij. Ja. Ja, je bent van dat drumstel natuurlijk niet weg te branden dan. We gaan naar het spelletje, want u kunt 2 kaarten winnen na keuze van Tripodia. Heel veel voorstellingen zijn het komend voorjaar en u mag daar naartoe met 2 personen. Maar dan moet u raden, waar staat dit monument? En ook misschien, wat is dit? Want het is een heel mooi monument op een hele bijzondere plek. Maar waar is dit en wat is dit? Nou, u kunt sms'en, mailen en schrijven en dat komt allemaal onder in beeld te staan. Even kijken, is dit ding al klaar? Ja. Ja, nou. De band gaat voor u spelen. Een prachtig nummer van Rutger God. Leun op mij. Niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn. Dingen om je heen weer veel te grauw zijn. Leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij.
dat was Casual Company met Leun op mij. En Dick, lekker drummen, hè? En terwijl Dick weer deze kant op gaat, gaan wij eens naar het bloemetje. Want volgens mij is de pijl ergens in de Varkenvisserstraat terechtgekomen. Inderdaad, hij is terechtgekomen in de Varkenvisserstraat. Nou, hier ligt hij, hier staat hij. Hij is keurig netjes erin gekomen. Nou, dat meisje heeft hem ook wel heel goed geworpen, weet je, want de vorige keer, dat kindje. Met de moeder samen. Nou, we gaan ook kijken of we in de Varkenvisserstraat iemand kunnen vinden die deze bloemen wil doen. Ja, er zijn toch vast wel mensen die iets met een bos bloemen willen doen. Het kan zijn vrienden, vorige keer. Geboortekindje hebben we een keer gehad. Ja, je weet het niet, hè. We gaan eens kijken bij de mensen. Ja, er zijn ook wel mensen thuis. Of er iets te beleven valt. Kijk, daar zie ik verderop zie ik een huis. Ballonnen, tekening. We gaan eens kijken of er iemand thuis is die iets met deze bloemen wil doen. Even kijken welke familie dat is. Nou, dat is wel een mooi cijfer. Zie je dat? Kijk, 111. Arjan, Jolanda, Emma, Julie, Nijg. Eens kijken of er iemand thuis is. Goedemorgen. Nou. Kom er even bij. Doe dat dingetje maar even weg. Nee, dat gaan we, nee, natuurlijk doen we dat niet weg. Dat is, vertel. Nou, ik had gezien, we reden lang, wij gooien een pijl. We zijn van het programma Melange Lokaal, het bloemetje. Ja. En de vorige heeft een vrouw, die had vriendschap en die hebben samen een pijl gegooid. En die kwam deze pijl, die kwam in de Varkenvissers. Oh, daar gaat hij weer. Die kwam in de Varkenvissersstraat terecht. Oké. Okay. En toen liepen we langs en zag ik witte, groene, blonde, mooie tekening. Is daar nog een speciale reden voor? Nee. Oké. Okay. Ja, mijn dochter is vorige week jarig geweest, dus daar hangen nog een paar bloemetjes aan. Maar deze bloemen, ja. Als je nou zegt van... Heeft u, zou jij dat bijvoorbeeld aan iemand willen geven? Of zeggen van, hé, die zou ik een doel voor hebben? Voor die bloemen? Ja. Nou, weet ik wel. Oké. Okay. Mogen wij het ook weten? Mijn ouders. Ja? En waarom dan? Omdat ze me helpen met verhuizen. Kijk, daar gaat mijn vader. U gaat van de Varkenvissenstraat ja. weg. Okay. En waar gaat u naartoe? Naar de Saxenstraat. Deze bloemen? Okay. Ja. Die mag ik aan mijn moeder geven. Nou, dat lijkt me een goed plan. Oké. Okay. Nou, man, was je bloemen voor u dan? Ja? Omdat je me zo goed helpt. Oké. Ik kon er even bij staan, want we hebben net gehoord, uw dochter die gaat verhuizen, moet verhuizen. Of wat voor reden dan ook. En die heeft uw hulp nodig. Nou, is toch fijn dat wij vroegen van wie zou die bloemen willen geven? Eerst dacht ze aan u. Dus, en wanneer gaat u weg? Hier, wanneer is het? Binnen nu en een week of twee. Okay, dus dat is wel heel goed. Dus hard werken. En, u past ook af en toe op de dochters. Hoe weten we allemaal? Ja, we weten zoveel. Net Sinterklaas. Nee, ik heb net met die dochters gedaan. Nou, heel veel plezier. Nou. Sorry, heel veel plezier met de bloemen. Dan heb ik nog één vraag. Ja, ik mag een pijltje gooien. Er is een kaart en die moet, ja, dan moet deze spel. Okay. Gaan we kijken waar die de volgende keer weer terecht. Hoe weet je dat allemaal? Ja, dat zit hier met net. Oh, oké. Okay. Okay, waar nou, is de kaart? Die kant op. Die kant op. Daar staat die kaart. Nou, gooi maar gewoon. Okay. Kijk waar die terecht komt. Oh, gooi dan snel? Goed. Ja, nee, is helemaal goed. We gaan kijken. Heel veel plezier. Succes met de verhuizing. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, Dick en Caroline, je hebt het gezien. Deze mevrouw die gaf de bloemen aan de ouders. Die hielpen er fantastisch met deze verhuizing. Nou, dan gaan we de volgende keer kijken waar die pijl terecht is gekomen. Ja, en misschien komt die wel bij u in de straat terecht. Dat zien we dan in de volgende uitzending. Dat is in januari. Dan gaan we even naar ons spelletje. Want die twee kaarten voor Tripolia, die moeten er natuurlijk uit. Een voorstelling naar keuze. Dat kan muziek, cabaret, toneel zijn. Maar dan moet u het antwoord weten op de vraag... Wat en waar is dit monument? Waar staat dit in Katwijk? Wat is het? Ja, het lijkt me niet zo moeilijk. Het lijkt me niet zo moeilijk. Twee kaarten dus. We gaan straks alles weer even noemen, maar alles staat nu in beeld. Waar u antwoord naartoe kunt sturen. Ja. Dus dat gaan we straks nog een keer noemen. Nou, we staan weer, daar zijn wij niet vies van waar we staan. Daar zijn wij niet vies van, een lekker glaasje wijn. En we staan bij meneer Piet Bijlsma. Piet Bijlsma. We mogen Piet zeggen? Ja hoor, graag zelfs. Van Vinaison.nl. Klopt. Dat heeft alles te maken met wijn. Vinaison.nl. Ja. Ja. Geen maison, we hebben de M weggelaten. En het is biologische wijn. Ja. Laten we dat erbij zeggen. Klopt. Waarom biologische wijn, Piet? Dat is een keus geweest, heel bewust, een jaar of vijf terug. Toen wij kennis hebben gemaakt met een Oostenrijkse wijnboer. Bij vrienden van ons in Oostenrijk. En die meneer die is in 1980 al overgestapt op de teelt van biologische druif. En de kwaliteit van die wijn was zo gigantisch goed dat wij hebben gedacht, daar moeten we iets mee gaan doen in Nederland. En biologisch houden ze in, gewoon minder bestrijdingsmiddelen? Ja, geen bestrijdingsmiddelen, wordt niet gespoten. Is er niet iets aan bestrijdingsmiddelen?
Want je hebt toch beestjes en onkruid? Hoe gaat dat? Beestjes heb je altijd natuurlijk. Ja, nee, kijk. Het is zo dat vocht is in principe de grootste vijand van druiven. Je kunt door biologische teelt toch ervoor zorgen dat druiven zoveel mogelijk ruimte houden. Dat de grond schoon is, enzovoort, enzovoort. Er zijn landen, waar bijvoorbeeld, zoals Spanje en Italië, die hebben een heel droog klimaat. Dus daar is natuurlijk het risico op schimmels is al zo verschrikkelijk klein, ja, dat biologische teelt heel goed houdbaar is staan. En plukken, gaat het met de hand? Of? Ja, ja. Dat gaat met de hand? Ja, 98% van de druiven in de biologische teelt worden met de hand geplukt. Waar komt nou de beste biologische wijn vandaan? Of? Dat is niet echt te zeggen, maar wij importeren wijnen inmiddels uit Duitsland vandaan, Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk. En die wijnen zijn allemaal stuk voor stuk verschrikkelijk goed. Ja. Maar, hoe is nou die verhouding qua biologische en die biologische wijnen? Want ik denk dat het nog niet zoveel gedronken wordt, of heb ik dat mis? Het neemt steeds verder toe. Het aanbod, zeg maar, van biologische wijnen neemt ook wel toe. De vraag is nog veel groter, dus het is vrij moeilijk om eraan te komen. Het probleem is dat ook in de biologische teelt er ook weer veel wijnboeren zijn die geen wijn kunnen maken. Mm. Ja, ik mag het misschien en zo en de prijs, is die nou duurder? Is het duurder, biologische wijn? Nee. Als je kijkt naar de prijzen van onze wijnen, ja, dan zitten ze allemaal ergens tussen de 8 en de 11 tot 12 euro. En dan heb je een goede wijn. En dan heb je echt een goede wijn. Ik denk als u bij de gevestigde slijter naar binnen loopt, dan ben je dat ook kwijt. Ja, maar jij zegt er zijn dus ook veel boeren die geen goede biologische wijn maken. Nou kijk, die hebben op een zeker moment, wijn maken is natuurlijk op zich ook nog een vak. Ja, absoluut. Ja. En er zijn heel veel mensen die helaas wel een wijngaard beginnen, maar toch niet in staat om een mooie wijn te maken. Maar nou willen we wel wat proeven. Natuurlijk. Wat heb je allemaal meegenomen? Ik heb nu voor deze gelegenheid heb ik een tweetal witte wijnen meegenomen en twee rode. Ja. De witte is een Riesling uit Duitsland, Rijnhessen. Ja. Ik heb een hele mooie witte wijn uit Spanje. Die is een wat droger, denk ik. En dan heb ik van diezelfde wijnboer hebben wij een rode wijn ook uit Spanje. Ja. En we hebben, dat is heel grappig, een wijn uit Italië en dat is een 100% Primitivo. Dat is een heel oud, dat is een oud druivenras in Italië. En dat is het leuke van Italiaanse wijnboeren. Die proberen zo dicht mogelijk eigenlijk steeds weer bij hun eigen druivenrassen te blijven. Okay, omdat de hele wereld natuurlijk andere... Nou, laat ze het proeven. Zullen we beginnen met een witte? Ja. Riesling, denk ik van, is zoet? Ietsje zoet? Nee, dat is dat nou grappig. Dat denk ik ook wel. Ik ben er niet zo'n fan van de Riesling. Nou, ik was vroeger wel meer fan van zoet, maar ik ben meer van de Chardonnay. Ik ben ervan overtuigd dat als u dit proeft, dat u zegt van nou, dit is... Dan moet je ook even ruiken, hè? Ja. Dat mag. Hij ruikt niet zoet, kijk. Nee. Even laten zo, hè? Nou hoop ik dat hij niet te warm is. Moet even geworden. Laten draaien. Ja. Door de lampen natuurlijk. Ik spuug het niet uit, hoor. Nee, dat is niet verplicht, inderdaad. Ik spuug het niet uit. Hij is in het begin zoet en daarna een droge afdronk. Afdronk is droog. Hij heeft echt een droge afdronk. Klopt dat? Dat is geweldig. Klopt, hè? Ja. Is een lekker wijntje. Ja. Lekker met de feestdagen een stukje kaas. Nou, dat bedoel ik. Pas hier een stukje kaas bij? Ook. Oh, en lekker, ik denk hoor. Dat u bijvoorbeeld met de witte vis is dit natuurlijk ook fantastisch. Nou, vis. Lekker wijntje. Maar dat is de witte. Nou, u ziet het, hè. Een Riesling. Ik bedoel, het hele imago. Drink jij hem helemaal op, rustig af. Je denkt dus inderdaad heel gauw aan inderdaad Riesling zoet. Ja, klopt. Ik ben dat niet, maar dit is een goeie. Ja. Hij is goed. Nee, we moeten nog door. We moeten door. We moeten door. Oké. We gaan hier niet dronken de deur uit. Nee. Nee, we moeten nog rijden. Okay. Het programma is ook nog niet klaar. Ja. Dan ga ik eens even kijken, want dan heb ik hier. Ja. Dit is een Spaanse witte wijn. Zo. Dit is een Spaans. Ja. En ja, dat is ook een hele bloemige smaak. Geur. Heerlijk, ja. Maar met een heerlijke afdronk ook. Een wat drogere wijn, denk ik, als de Riesling. Ja, die vind ik ook erg lekker. Ja. Ligt ook heel goed, hoor, moet ik zeggen. Lijkt er een beetje op. Ja. Rolt hij bij jou lekker naar binnen? Vooral achter op de tong. Ja. Ik zie. Ja. Maar hij rolt al lekker. Maar die vond ik ook lekker. Ja. Vond die Riesling nog lekker eigenlijk? Ja. Ja, weet je, dan krijg je weer het probleem van smaak, hè? Ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk moeten we wel een beetje water drinken tussendoor, want anders... Ja, toch? Je moet de andere smaak wegspoelen. Ja,
We hebben verzuimd dadelijk om een stukje stokbrood erbij te leggen. Ja. Heerlijk. Nou ben ik inderdaad een beetje als het winter is, een lekkere, ik hou van een beetje stevige rode wijn. Nou, dan hebben we, ik heb van diezelfde wijnboer, dus Garmendia, hebben we een, maar, Piet, een 2005. Een die Riesling, wat kost die dan per fles? Die kost €8,95. Nou, dat is voor, voor een goede wijn. Ja, voor een goede wijn een is mooie, dat. Ja, ja oké, okay, dat wil ik even weten. Maar redelijke ik ga door. Prijs. Ja. Nu hebben we rood. Hebben we al genoeg glazen, Piet? Ja, er worden vast nog wel twee glazen ergens eventjes. Nog een doos aanrukken. Ja, zo is dat. Zo is dat. Dit is een Spaanse. Dit is een Spaanse wijn. Ja. Dit is van diezelfde wijnboer van de witte wijn. Ja. Ja. En dat is. Die meneer die zit met zijn hele wijngoed zeg maar zo'n 200 kilometer boven Madrid. Dit ruikt wel heel erg lekker. Ja, dat is 80% Tempranillo. Wat is dat? Tempranillo is een Spaanse druivenras. Ja. En dat heeft dat is aan, een vol boeket. Ja, klopt. Ja, dit is deze vol wijn. Boeket, ja, dat is een apart wijntje. Ja, die past prima bij een stukje rood vlees. Even over de temperatuur van wijnen. Want nu is het de huiskamertemperatuur, maar soms moet die nog ietsje. Wat is de goede temperatuur voor deze wijn? De witte was een beetje De witte waren denk ik iets te warm. Ja, maar het voordeel daarvan is wel dat je ze wat beter kunt beoordelen en kunt proeven. Ja. Maar je zou ze wat kouder moeten drinken. Ja. Dat en is wel deze, zo. Een rode wijn? Ja, deze vind ik, die moet je op 17, 18 graden moet je die drinken. 17, 18 graden? Ja, 17, 18 graden. Ja. Alhoewel er tegenwoordig ook wel wat jongere rode wijnen zijn die bijvoorbeeld wel gekoeld gedronken worden ook al. Dit is een lekker wijntje. Ja. En hij ruikt ook. Heerlijk. Ja. Hij ruikt ook lekker. Ja. Ja. Lekker zeg. Oh, die cameramensen staan helemaal van. Jongens, jullie krijgen zo een glaasje mee. Oké. Okay. Heerlijk, heerlijk. Ja, daar blijft nog wat over. Ja. Ja. Goed, nou, wat hebben we nog? Nou, dan heb ik nog een laatste. Ik ga even wegspoelen. Ja. 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 Ik heb als. Jij moet ook even spoelen. Ja, ik moet ook even spoelen. Ja, als laatste heb ik dan een rode wijn meegenomen van Plantamura. Ja. Deze komt uit, helemaal uit het zuiden van Italië. En dit is echt 100% Primitivo. En Primitivo is een Italiaans druivenras. Mm-hmm. Ja. En dit is heel grappig. Dit wordt gemaakt door een echtpaar. Ja. En die mensen hebben 6 hectare. Groter is het niet. Dus die produceren, ik denk, 25.000 flessen wijn. En die doen alles echt op de hand. Hier zit dan weer weinig geur aan. Geur aan. Ja, want dat had je gelijk, de kruiden. Ja, klopt. Ja, maar dit is echt een verrassing. Alleen hier zit echt het verschil, geur aan. Ja, maar het verschil tussen de Spaanse en de... Maar als je hem helemaal in je mond hebt... Ja, ik vind er niet zoveel smaak aan zitten. Jawel. Deze. Ja, toch wel. Dat is persoonlijk misschien. Ja. Dan vond ik die andere eigenlijk lekkerder. Dat is heel merkwaardig. Er zijn mensen die liever Spaanse rode wijnen drinken. En die vinden dan de Italiaanse wijnen niks. En andersom is dat ook het geval. Ik vind dat als je hem helemaal in je mond hebt, dan moet je hem niet gelijk doorslikken. Nee, natuurlijk niet. Je moet hem even maar laten rollen. Ja, ik laat hem maar doorrollen. Ook, maar, en toch vind ik die Riesling nog van alles vind ik nog het lekkerste. Ja, is ongelooflijk. Ik ben momenteel wel echt een witte wijn drinken. Ja. Rood vind ik ook, maar... Ik laat hem toch helemaal doorrollen, maar weinig body, om het zo maar te zeggen. Ja, dat heeft hij wel, denk ik. Maar, maar ik denk inderdaad dat het ook te maken heeft met het feit dat toen ik eerst die Spaanse wijn gedronken heeft. Hè. En die lichte, die heeft namelijk 12 tot 18 maanden op eikenhout gelegen. En dat is met deze wijn niet het geval. En hoeveel procent alcohol zit hier nou in? Nou, gewoon 11%? Het ligt allemaal wel rond de 13,5%. Ja. Nou, zag ik geweldig. Nou, zag ik hier nog een Bordeauxtje staan, zeg maar, van 2005. Hè? Dan denk je van, nou, dat zal toch wel een... Maar wat kost nou zo'n flesje? Deze wijn, die staat nu bij ons zelfs in de webshop voor, ik geloof, €7. Oh, dat valt al op. En een lekkere rosé. Ja, we hebben hem in de aanbieding gezet. Okay. Ja. Nou, super. Ja. Leuk, Piet. Leuk. Ja. Ik neem een glaasje mee, maar dan mag ik nog een beetje van dat Spaanse. Met alle plezier. Die vond ik wel erg lekker, de Spaanse rode. Ja, deze was dat. Die vond ik wel erg lekker. Oké. Okay. Piet, hartstikke bedankt voor jouw informatie. Okay. Vinaison.nl voor alle informatie voor biologische wijnen. En laten we klinken op een heel goed wijnjaar. Goed wijnjaar. Uitstekend. Was 2012 een goed wijnjaar? Of kunnen we dan... Ja, 2012 is deels een goed jaar. Er zijn ook weer streken waar het weer wat minder is, maar dat is heel erg... landgebonden. Dank voor je komst en een goede jaarwisseling en een goede feest. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Wij gaan weer even heel snel zitten. Piet Bijlsma, leuk. Wijn is altijd leuk om over te praten. En er wordt weer heel veel gedronken natuurlijk, ook met de feestdagen.
Wij gaan weer eventjes naar onze dasselkeuken. Ja, we gaan. Want hoe ver zouden de amuses zijn bij onze Pieter? Het volgende hapje. Limoen met kokkieën en truffel. Heel leuk ook. Gewoon een stukje limoen. Snij je af. Gaat ook alvast op het presenteerbordje. De pan heb ik op het vuur gezet. Een beetje boter in, goed heet laten worden. Zodat we de kokkieën even dicht gaan schroeien. Nou, kokkieën in de pan. En ook heel kort, gewoon even door de pan laten swingen. Kokkieën kun je ook rauw eten, dat is super vers zijn. Dus dan heb je helemaal niet veel nodig. Ook weer een klein beetje op smaak maken met wat zout en peper. En klaar zijn de kokkieën. Gewoon mooi dichtgeschroeid, van binnen nog gewoon lekker rauw. Helemaal goed. Nou, ook deze leggen te rusten. Om vervolgens straks de hapjes à la minuut af te maken. Dus tot straks bij het volgende hapje. Ja, tot het straks. Het wordt weer steeds spannender. Ja, lekker. Lekker ook. Het loopt tegen het einde van 2012. En ja, eigenlijk traditioneel kunnen we wel zeggen. Worden er al heel veel festiviteiten georganiseerd op de parkeerplaats van de Noordduinen. Nou, dat gebeurt door de Stichting Katwijkse Activiteiten. En bij ons zijn Roy van Schie en Bob Nieuwland. Ja. Heren, welkom. Welkom. Dank u wel. Jullie gaan weer het een en ander organiseren op het grote parkeerterrein. Nou heb ik wel gelezen, de subsidie is wat minder, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn net als een hele hoop andere stichtingen ten slachtoffer gevallen aan de bezuinigingen. Hoeveel krijgen jullie minder? Ja, toch hebben we ruim €13.000 we moeten missen. Dat houdt dus in dat jullie voor het eerst entree moeten gaan heffen, heb ik gelezen. Ja, dat klopt. Wat kregen jullie normaal? Hoeveel kregen jullie subsidie? 37,5. Ja. Oeh. Ja. En dan gaat er dus in één keer een derde deel vanaf. Zou dat niet zijn dat jongeren dan denken van nou ja, ik vind het wel, het is altijd een leuk gratis feestje en nou moet ik gaan betalen. Zou dat invloed hebben, denk je? Ja, ik denk dat het altijd invloed heeft. Wat wij vooral onder de aandacht willen brengen is dat de entreeprijs puur en alleen is, zodat wij het feest kunnen blijven organiseren. Ja, jullie natuurlijk. Moeten er zelf niks aan verdienen. Nee, absoluut niet. Wat is de entree? Het is €5. €5. Dus op zich voor een topavond. Ja, ja. Dat is dus voor alle activiteiten, alle feestavonden. Is het €5? Of alleen voor die oude jaar? Voor het oud en nieuw evenement in de nacht, zeg maar. Dan? Dat is natuurlijk onze speerpuntactiviteit, zeg maar. Daar wordt €5 entree gevraagd. Want Bob, wat gaat er allemaal gebeuren tijdens zo'n oud en nieuw feest? Tijdens oud en nieuw feest? Nou, wij hebben vier areas, zoals het heet. Ja, en vier gedeeltes? Vier gedeeltes inderdaad. En dat is SCUM zelf, dus het jongerencentrum. Daarin gaan we après-ski doen dit jaar. Après-ski? Ja. Dat is al een paar jaar is de vraag naar. Dus, dat met hakken? Nee. Zagen? Nee, dat niet. Nee. Ken die muziek niet dan? Hakken? Ja, tuurlijk joh. Bij thuis alleen maar. Nee, wat gebeurt er? Dat is het Nederlandstalige, de gezelligheid, meezingen. Oké, Nederlandstalig. Ja. Gezellig. Okay. En dan hebben we nog een tent buiten de Bravo. En daarin spelen de bandjes. En daar kan iedereen die graag van live muziek houdt, die kan daar naartoe. Zijn dat plaatselijke bands? Of? Dat zijn regionale bands. Regionale bands. Ja, en komen die dan voor noppers of moet je die dik betalen? Die kosten wel geld, ja. Voor een prijsje. Ja, voor een prijs misschien. Ja, dat is tent 2? Tent 3? Dat is tent 2, dan hebben we tent 3 inderdaad. Dat is de clubtent, dus daar is de house muziek, een beetje de gemiddelde discotheek, zeg maar. Druk bezocht, denk ik. Commerciële huis. Dat is inderdaad de grootste. Dat geloof ik ook. Ja, daar staan de meeste mensen in. En dan tent 4? En dan hebben we tent 4, dat is de wat hardere house muziek. Okay. En de hardstyle en de hardcore. Daar loop jij voorbij. Dat is weer de hakken. Dat komt richting hakken zagen. Ja, inderdaad. Dus. Ja. Hoeveel mensen komen daar nou op af op zo'n avond? Nou, normaal gesproken, dus vorig jaar hadden we ongeveer 4.500 mensen. Maar dat is niet alleen oudejaarsavond, toch? Jullie beginnen daarvoor toch ook al? Ja, klopt. We hebben in Even Roy? Ja, nee. Nee, daarvoor hebben we inderdaad ook een aantal activiteiten. Zo organiseren we op 28 december in samenwerking met Platform Cocon een groot fris evenement. Ik wou je zeggen, Cocon staat voor geen alcohol. Dus... Klopt. Ja. Dus dat is voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Ja.
Proost. Proost. Ja, neem nog even. Die hebben daar op die manier dus ook een leuke avond, zeg maar, in samenwerking doen we dat met de Stichting Leuk, Kokon, is dat voor inderdaad. Het eerst dat jullie dat doen met Kokon? Nee, dat is al een aantal jaar. Aha, okay. Ja. Dan hebben we op 29 december, op de zaterdagavond, een pre-house party, zeg maar. Dus voor de mensen die in het weekend alvast even willen proeven aan de trein van Oud en Nieuw. Om er even in te komen. Zien, die kunnen daar dan ook terecht. Die kunnen dan ook alvast munten aanschaffen, zeg maar, ja. Om drankjes te kunnen kopen. En dat zijn eigenlijk de dingen die van tevoren gebeuren, waar ik eigenlijk... speciaal de aandacht op wil vestigen is op 27 december. Want we gaan dit jaar voor het eerst het terrein openstellen voor iedereen in heel Katwijk die geïnteresseerd is om eens gewoon te komen kijken van, joh, wat gebeurt er nou eigenlijk. Leuk. Okay. Want dat doen jullie met onwijs veel mensen. Want ja. Hoe groot is die schade vrijwilligers die tent op gaat zetten en bevoorraden en noem het maar bijvoorbeeld? Op. Nou ja, in de nacht zelf werken er al ongeveer 200 mensen achter de bar. Dat zijn allemaal vrijwilligers, hè? Maar jullie hebben een oproep geplaatst, zag ik, want jullie kwamen nog mensen tekort. Klopt, en dat doen we eigenlijk ieder jaar. Wij zoeken ieder jaar gewoon vrijwilligers die ons kunnen komen versterken in de nacht van Oud en Nieuw om het hele evenement mogelijk te maken. En hebben jullie dan wel genoeg mensen, vrijwilligers? We zijn nog druk in de race met zoeken en het loopt allemaal aardig, dus... Zo'n 27e, is dat ook voor de wat ouderen, zeg maar, omdat ze te komen kijken? Voor de middelbare? Ja, we willen jullie van harte uitnodigen. Kom gezellig langs. Ja, we komen langs, zeker weten. Weet je wat ik nou ook denk? Dat is gewoon jammer dat die nieuwjaarsduik, dat is klaar, dat is over. Ja, helaas wel, ja. Zijn jullie nou ook niet bang dat jullie ten onder gaan aan je eigen succes? Dat je denkt, oh, die duik is klaar, jammer, afgelopen? Nou, wat ik begreep bij die duik is dat er heel veel veiligheidsdingen bij kwamen. Ja, maar dat is bij jullie ook controle. Dat is bij ons inderdaad ook. Daar gaat ook een hoop centjes heen naar de veiligheid. Zeker, merendeel. Maar is dat niet in je achterhoofd dat je denkt, oh... Ja, dat kan natuurlijk, maar wij hebben het redelijk goed... Wij hebben het heel erg goed op orde. En we hebben er altijd rekening mee gehouden. We hebben een aantal mensen die zich daar echt specifiek mee bezighoudt. En waaronder ik zelf ook wel. En ook precies weten wat we aan het doen zijn. Ja, Oud en Nieuw gebeuren is niet alleen voor de Katwijk, maar voor Rijnsburg bijvoorbeeld. Want zo'n tent in Rijnsburg, dat is niet meer. Dit jaar is die niet meer, maar dus, is gewoon te weinig. Nee, maar dat is voor de... Ons evenement is echt voor de hele KNV. Dus ook mensen uit Rijnsburg en Valkenburg. Dan denk ik, die gemeente, het is de gemeente natuurlijk heel veel waard dat er zo'n tent is. Ja. Want je houdt alles geconcentreerd op één punt. Absoluut. Een rottigheid, dat heb je dan niet natuurlijk op zo'n avond. Nee, inderdaad. Dan is het toch jammer dat het bij, goed, scherp aan de wind, 13.000 euro. Dat kom je dan tekort. Jammer eigenlijk. En dan moet je dan dus een compensatie verzoeken in de vorm van een kaartverkoop. Dus zoek je dan ook niet sponsors voor zo'n gebeuren? Zoeken we, maar dat is gewoon heel lastig. Heel moeilijk. Zeker in deze tijd. Het zijn moeilijke tijden natuurlijk. Ja. Wat is jullie motivatie nog steeds om te zeggen ieder jaar, ik trek die kar, want jullie trekken die kar met al die vrijwilligers. Wat is jullie motivatie gewoon? Dat je die nacht lekker daar bent en niet bij je familie. Wat is je motivatie? Nou, kijk, de groep die het bouwt en doet, dat is inmiddels een vrij hechte vriendengroep ook met z'n allen. En daarnaast staan wij gewoon achter het doel van het evenement. Ja. Kijk, het is belangrijk dat jongeren in Katwijk entertainment hebben op die nacht zelf. Ja. En dat, zoals je zegt, inderdaad de rottigheid uit het dorp blijft. Ja. En je ze dus een alternatief biedt. Ja. Is het nog zo dat je op die oudejaarsnacht op een gegeven moment vol is vol tent gaat dicht? Dat hebben we tot nu toe niet gehad. Oh. Omdat in principe hebben we behoorlijk de ruimte. Ja. Maar we hebben dit jaar kaartverkoop. En die is eigenlijk alleen maar in de voorverkoop. Okay. Dus aan de deur kun je geen kaarten kopen. Oké, okay. Weten dus jongeren dat allemaal? Hebben, dat ze dat alleen in de voorverkoop is? Dat zijn we wel heel erg aan het heel belangrijk. Zijn we heel erg aan het communiceren. Ongetwijfeld jongeren hebben die dat weer niet weten. Die komen daar dan in, kunnen dan niet naar binnen. Dus bij deze zeggen wij, koop je kaart. En waar zijn die voorverkoopadressen? Die zijn allemaal via het internet en via de Free Record Shop in het dorp. Oh, okay. Dus daar kun je het halen. En verder als je gewoon bij ons site op www.skkatwijk.nl kijkt. Of je kijkt op www.katwijk.nl, de jongerensite. Ja. Dan word je er naartoe gelinkt en dan kun je het zo vinden. Kan het niet missen. Ik vind het een prachtig initiatief, jongens. En dat jullie daar weer je energie in steken. Ja. En, ik hoop dat daar heel veel jongeren weer op afkomen. Ja, dat hoop ik ook. Wens jullie alle succes. Alle succes. Volle tenten. Bedankt. En een mooie feestdag en een goed Oud en Nieuw, zullen we maar zeggen. Ja, met weinig rottigheid. Hetzelfde ook. Dankjewel. Wij hebben nog wat leuke gadgets. Ja, wat had jij? Ja, ik heb gadgets. Kijk, moet kijken. Ik heb... Geef jij je meisje, je chickie wel eens een bloemetje? Ja, nou, ik zat eerst te denken, ik zit er nog wel eens lekker op de rug een beetje te weet je, dat vind ik wel lekker. Als je jeuk hebt. Als je jeuk hebt. Ja. Is dat wel... Nee, geef je wel eens een bloemetje? Elke week. Elke week? Elke week. Nou, kijk, rozen hebben doorns. Ja. Nou, kijk, ik vind het altijd vervelend schoonmaken, maar ik hou van rozen, dus pak je een steel. Ik heb nou even geen roos.
En dan... Ja, er zit allemaal, misschien ziet de camera ook niet, maar het allemaal ribbeltjes zitten. Ja, dat is heel goed. In beeld, dus hier gaat dus die steel. Dat is en dan... wel makkelijk eigenlijk. Ja. Wat heb jij? Oh, ja, ik weet niet hoe het werkt. Jij bent hoe het werkt. Wat is dit? Nou, dit is een ballon. Ja. Ik vind ballonnen leuk, maar om ze op te blazen, ik vind het een verschrikkelijk werk. Nou zijn mijn kinderen gelukkig al groot, die zeggen ik hoef geen ballonnen dit meer. Dit blaast zich vanzelf op, ja, heb ik begrepen. Laat het hopen. Ik moet even voelen hoor. Het is een ballon. Geval dat hij doet. Let op. Ik hoor geluid. Ze zeggen hier heb erg. Nou, ik heb het wel, ik moest kapot. Ja, het gaat wel heel langzaam hoor. Het gaat wel erg langzaam. Ja, hij komt. Ga ondertussen door met je volgende gadget. Leg hem maar even neer. Hebben we nog meer gadgets dan? Ja, wat heb je voor mooie ballen? Laat die ballen zien, Dick. Ja, maar wat is daar bijzonder aan? Laat ik eens zien. Dick, ik heb een mooie bal. Ik heb het niet meegekregen. Moeder. Ja. Je staat op moeder. Oh ja. Hij gaat. Oh, moeten schudden. Oh, ik moet schudden. Mensen denken, er staat er een te zwaaien voor de eerste camera. Ik moet schudden. Als jij nou schudt, dan ga ik even vertellen wat hier staat. Hele mooie ballen. En staat moeder, met jouw lieve mama is kerstmis pas echt warm en gezellig. Is dit niet leuk? Maar dan is dit... Hier staat niks op. Ja, Merry Christmas, man. Hier. En dit is ook. Dit is wat voor jou, Chicky. Je bent voor mij een engel. Absoluut. In alles wat je doet. Jij maakt kerstmis heel speciaal. Voor mij ben je geweldig. Hoe is het met je ballon? Weg met die ballon. Je bent er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Want hij doet het niet. We gaan weer naar het spelletje. Waar staat dit monument? We zijn lollig, meneer van de Wijn. Ja, oh, dat is zo'n mooi monument. Ja, dat is echt Katwijks. En u weet het vast wel waar het staat. En u kunt winnen 2 kaarten... voor een voorstelling in Tripoli, ja, voor 2 personen. Dan mag u zelf uitzoeken naar welke voorstelling u gaat. En nu staat het erom, u mag mailen, sms'en en schrijven. En we hebben zulke leuke kaarten gehad. Ik laat er toch nog even een paar zien. Kan ons het schelen, we lopen lekker uit. En allemaal zulke leuke kaarten. Weet je wat ze ook allemaal zeggen? Prettige feestdagen. Oh, leuk. Ja, en ga door met je programma. Ja, hier heb ik nog een leuk kaartje. Is ook leuk. Uit Rijnsburg. Ga ze door met jullie programma. Erg leuk en gezellig. Familie de Jong, zo leuk. Hartstikke leuk. Maar goed. Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij koken, want we gaan eens even kijken wat Pieter er nou allemaal weer van gemaakt heeft. Het eindresultaat. Het laatste hapje alweer. Geposeerde eidooier met gerookte paling en Hollandaise saus. Nou, dit is een apparaatje, dit kun je kopen in de betere kookwinkels. Heel grappig, dus echt, hier zul je gasten mee te kijken toe staan. Je neemt het ei. Je zet het, ik weet nog niet eens de naam hiervan, maar het is echt heel geinig. Heel veel sterrenzaken werken er ook mee. Dan zit je daar en denk je van, zo doen ze dat nou? Nou ja, zo dus. Nou, ik heb een pannetje met water opgezet, wat ik net al zei. Daar doe je eitjes in. Een stukje van de eierdoos. Dan blijven ze mooi in staan natuurlijk. Dan vallen ze om. En laat je gewoon deze 2-3 minuten laat je hem lekker op temperatuur komen. Voor het eitje heb ik gewoon een glaasje gepakt. Beetje frisé erin. En natuurlijk met een garnituur van gerookte paling. Paling snij je gewoon brunoise. Blokjes. Die doen het inmiddels goed. We gaan dan gewoon alvast andere hapjes afmaken. We hebben de rode biet met duif. Aceto balsamico. Druppie erop. Wat uitgebakken bloedworst. Dan hebben we de coquille met limoen. En daarbij is ook echt de bedoeling dat je dit als één hap naar binnen werkt. En dan de limoen ook een beetje meepakt. Dus dat je dat sap van die limoen meepakt. Dan zal je zien dat het echt heel mooi is. Met dat zuurtje wat je daar met die nasmaak. Daarbij doen we een beetje truffel mayo. Een blaadje koriander.
En nou natuurlijk, wat ik persoonlijk echt het leukst vind, het eitje. Het eitje plaatsen hierin. Daar doen we wat van de gerookte paling in. Hollandaise. Hollandaise is natuurlijk een saus van boter en ei. Een gezellig takje erop. Nou, dit is natuurlijk hartstikke leuk als je dit serveert voor je diner met kerst. Nou, dan kunnen ze niks meer zeggen. Ik zou zeggen tot volgend jaar. Kijk uit met vuurwerk. Doe voorzichtig. Groetjes. Hoi hoi. Het zijn weer mooie gerechtjes, Pieter. Dankjewel. En voor jou ook hele fijne feestdagen en een heel goed oud en nieuw toegewenst natuurlijk. Is de ballon al hard? Nou, ik dacht het niet weer. We hadden eigenlijk in het begin van de uitzending ermee moeten beginnen. Maar hij is gewoon wel erg leuk, hoor. Hij is gewoon leuk. Ja. Nou, wij zijn er... het loopt naar het einde van dit programma. Het gaat wel heel snel. En wij zijn er dan weer in januari. Maar jij, Dick, bent er weer eerder. Ja, ik heb een programma opgenomen in gesprek met. Hè, dat ik 1 keer in de 3 maanden doe. En ik heb een programma opgenomen met Nick Driebergen. Dat is... De zwemmer, hè. De zwemmer die op de 2 Olympische Spelen heeft meegenomen. Ja, leuk. En dat gaan we volgende week uitzenden. Kijk maar. Ja. We lopen in de sneeuw op het veld van Rijnbrugse Boys. En we gaan volgende week praten met Nick Driebergen in een nieuwe In Gesprek Met. Nick, jouw clubje, Rijnbrugse Boys. Het is mooi hier, hè? Mooi, hè? Kijk wat een stadion we hebben. En waar zit jij altijd? Nou, hier zo eigenlijk met een paar vrienden. Ja? Een beetje het midden kan ik het goed zien. En tweede helft spelen we natuurlijk aan die kant op. Dus dan zie ik altijd de meeste doelpunten. Oké, nou, we gaan niet alleen over Rijnbrugse Boys praten, maar ook over jouw zwemcarrière. Dus volgende week een nieuwe In Gesprek Met Nick Driebergen. Kijken. Nou, we gaan kijken. Volgende week. Nou, zullen we afsluiten met een... We zijn wel aan de drank vanavond, dames. Ja. Met een flesje champagne. Jij bent er, hij mag niet knallen, zei hij, dus je moet het heel rustig doen. Fantastisch. Netjes. Hij is heel goed, want hij gaat er niet overheen. We gaan weer proosten op een heel goed jaar. Ga je leuke dingen doen met de kerst, met oud en nieuw? Wat denk ik? Nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Jij moet werken. Ik moet werken, allebei de kerstdagen. Erg, hè? Maar ik heb vroege dienst. Dus ik ben 's middags en 's avonds gewoon lekker thuis met de familie en mijn meisje natuurlijk. En jij? Ik ga heerlijk met mijn gezinnetje kerst vieren en oud en nieuw bij vrienden. Leuk. Maar wij denken natuurlijk ook aan u. En wij wensen u hele fijne dagen toe. Goed uiteinde en een heel gezond en heel gelukkig 2013. Daar heb ik eigenlijk niks meer aan toe te voegen. En wat ons betreft, tot in januari. En heb het goed met elkaar. Heb het goed met elkaar. En we gaan nog kijken en luisteren naar een laatste nummer van Casual Company, Winter Wonderland. En heel graag tot volgend jaar. Dag.